Ja, vriend, nou moet je ook gaan bouwen. Oh, kut, het is een grappler. Kut. Hoppakeetje. Jongere mensen, super dat jullie bekijken met deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Gamesville, jongens. En in deze video gaan we lekker naar Pleasant Park toe. En zoals je ziet, we hebben echt een gave skin aanstaan. Natuurlijk, dit is de Tier 1 skin. Maar dan, zeg maar, verder upgraded met dus deze gekke lichtgeving van de jas. En er komt rook vanaf. En dat vind ik echt dope. Oh, daar ligt een pump, gast. Oké, oeh, dit vind ik denk ik wel wat chiller om te landen. Oké, hop, hop, hop. Daar hebben we gelijk een... Hoor ik nou nog iemand? Hi. Oh my god, Dylan scheep. Sorry, vriend. Oh, wat triest. Sorry, ik had gewoon... Ja, ja. Of niet, is gewoon even de schooltroep en one pumpen. Dat is wel echt sick. Je krijgt namelijk best wel weer veel damage voor de pump hits, ouwe. Dat is echt chill, gast. Dus je kan gewoon weer lekker weer sneller, in ieder geval sneller, mensen one pumpen. Dus dat is super chill. Oké, okay, nice. We hebben best wel... Oké, okay, nou, dit is... Ja, het is te doen, deze loot. We hebben in ieder geval wel een slurpje erbij, dus lekker veel shields. Maar jongens, ik moet even met jullie bij gaan praten, jongens. Want ik ben natuurlijk voor een weekje weg geweest op dit kanaal. En daar heb ik zo... Oh my god, oké, okay, Scar, let's go, ouwe. Daar heb ik zo mijn redenen voor, jongens. Ik heb natuurlijk school. Ik zit op MBO 1, dus zeg maar eerste jaar MBO. En ja, ik doe zeg maar eigenlijk media vormgeving. Dat is mijn opleiding die ik heb gekozen. Alleen, ja, het zit zeg maar zo... Om elke dag naar school te gaan met een YouTube kanaal wat gewoon gaat, gewoon goed gaat, is moeilijk. Het is gewoon het feit dat je gewoon altijd met YouTube bezig bent. Laat je school stikken, huiswerk. Ik heb nooit echt huiswerkopdrachten gemaakt. Ik liep achter. Ik had ook gewoon geen plezier in school. Wat je eigenlijk wel op een opleiding in ieder geval moet hebben. Dat je wel echt iets doet wat je echt leuk vindt om te doen. Dat had ik allemaal niet. Want ja, ik ben natuurlijk fully focused op YouTube. Ik vind dit leuk en... Ja, ik verdien er ook gewoon op genoeg mee. Om gewoon, hè, het is een chill bedrag wat ik per maand binnenkrijg. En om dat zeg maar achter te laten voor school is gewoon heel erg lastig. Want ja, je doet natuurlijk een opleiding om een baan te vinden natuurlijk. En ja, als je al een baan hebt, is dat best wel een soort dubbel op en irritant iets, zou ik maar zeggen. Want ja, je doet school voor een baan te zoeken, terwijl je al een goed betaalde baan hebt, zou ik maar zeggen. Dus het is een beetje kut dan en daardoor, ja, ik kon het zeg maar niet aan. Ik dacht van, ik probeerde zeg maar op te nemen en dan sla ik alles kapot, omdat ik gewoon niet eens een video voor jullie kon krijgen. Dus ik werd gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Ik kon het niet meer redden, want ja, je moest dan heten naar school en dan kon je net geen video maken. Het was gewoon niet te doen. Dus ik ja, ben ook een soort, nou, depressief zou ik niet willen zeggen, maar ik zat wel flink in de dip. Dus ik heb gezegd van, yo, ik ga even voor op dit moment voor een weekje gewoon YouTube even op stop zetten. Gewoon even niks doen voor een week. En daarna ga ik het weer verder zien. Ik heb ook daarom zeg maar deze week, het is voor jullie nu maandag als er deze video online komt, ga ik ook vrij nemen, waardoor ik 2 weken vakantie heb. Waardoor ik gewoon even tot rust kan komen en even YouTube weer op de rit kan krijgen. Gewoon even 2 weken lang weer even chill uploaden, streamen en gewoon weer even chill er tegenaan gaan. Dus dat is zeker dope. Ik heb dat gewoon nodig, want ja, op school, ik ga er wel heen, maar het is gewoon puur dat ik daarheen ga door leerplicht. Want ja, ik ga erheen om mijn uren natuurlijk bij te houden, want anders moet je boetes betalen en dat is niet zo chill. Dus ik ga er eigenlijk heen puur voor dat en voor de rest, ik doe eigenlijk helemaal niks. Want het interesseert me niet zoveel, ik doe daar maar wat omdat ik daar maar wat moet doen, zou ik maar zeggen. En natuurlijk heb ik ook nagedacht van, yo Dylan, ik ga dit echt niet 3 jaar volhouden, want ja, mijn opleiding duurt 3 jaar. Dus ik wil hier iets mee doen. Ik wilde gewoon van, yo, wat de hel, ik ga dit gewoon niet kunnen. Dit hou ik niet vol, dit lukt me niet. Dus ik heb even met school gepraat natuurlijk, met mijn moeder erbij. En van, yo, ja, wat de fuck kan ik nou doen? Want ik word gek van dit. Ik heb geen zin in school, want ja, ik heb het op een of andere manier ook eigenlijk gewoon niet nodig. Ik kan het gewoon zeggen, ik heb het gewoon niet nodig op dit moment. Aangezien, ja, het klinkt altijd kut, maar YouTube moet je natuurlijk niet voor het geld doen. Maar als je op dit moment in mijn positie zit, je verdient er geld mee. En dat verdient goed. Dus dan, ja, blijf je er natuurlijk doorgaan. Maar natuurlijk het grootste is gewoon de lol. Überhaupt dat je iets doet waardoor je video's maakt is gewoon sick. Want ik vind het gewoon leuk. Beetje video's maken, intro's ervoor. Banner, gewoon echt een eigen ding online hebben is gewoon sick. En natuurlijk de fans erbij, jongens, jullie. Want het is insane. Ik ben natuurlijk nog niet eens de grootste, zou ik maar zeggen. Ja, zo groot ben ik nou ook weer niet op YouTube. Het is natuurlijk wel 87.000 subs. Is een behoorlijk aantal. Dus zo is het eens daarvoor, jongens. Echt sick.
Maar ja, je wordt herkend natuurlijk op straat. Het is allemaal, het is gewoon echt een ding aan het worden, weet je. En om dan naar school te gaan is gewoon overbodig, zou ik zeggen. Dus daarom, dit zijn twee slurps die ik hier heb liggen. Dan neem ik die grappler wel mee, denk ik. Dus ik ben met school om de tafel geweest, jongens. En we gaan gewoon kijken of we sowieso voor een jaartje een tussenjaar kunnen gaan regelen. Waardoor ik een jaar dus geen school heb. En dus een jaar lang YouTube kan bonjouren, zou ik maar zeggen. Gewoon even lekker de tegenaan. Gewoon even gewoon kijken waar het kan komen, snap je? En stel dat het na een jaar insane groot gegroeid is. Of juist helemaal ingezakt is. Dan heb ik het in ieder geval wel een jaar geprobeerd, weet je. Dan ben ik daar heb ik tevreden. Oh my god, daar ging net. Oh my god, dat was gewoon legit boven mij. Verdorie. Wacht, kan ik op hem schieten? Kom terug. Deze guy is ook op kills uit, man. Dat kan je zien. Mijn aim is echt verschrikkelijk, gast. What the fuck? Oké, even zien. Hoe gaan we dit doen? Oké, nou moeten we heel even. Ja, oké, schiet hij dit weer naar beneden. Hartstikke leuk. Ja, vriend, nou moet je ook gaan bouwen. Oh, kut, het is een grappler. Kut. Hoppakeetje. Ik ben altijd gewend natuurlijk dat ik op die grappler positie mijn SMG heb zitten. Maar ja, die heb je net achtergelaten, Dylan. Lol. Hé, hey, let's go, jongens. Lekker, 3 kills. Het was niet heel druk hier, maar hé. Hey. Ik neem toch de SMG dan maar mee, jongens. Ik weet niet. Dat gaat echt mijn dood worden. Dat zag je net ook. Dat ging bijna fout. Waar was ik gebleven? Oh ja, tussenjaar. Dus we hebben in ieder geval, school gaat ermee. Is het ermee eens van, yo, het is wel echt een serieus probleem. Het is gewoon echt, yo, Dylan, ja. YouTube is gewoon een ding op dit moment wat gewoon goed is. En kijk, als ik 100 subs had en je probeert het dan kom je helaas niet zo ver. Maar het is wel echt gewoon een bedrijf aan het worden, gast. En ja, zeker als je 100k hebt, dan wordt het helemaal een serieuze boel. En daarvoor natuurlijk wil ik gaan strijden. Het is niet eens zo heel veel. Ja, oké, eigenlijk wel. 13.000 subs is veel. Is een groot aantal. Maar als je er gewoon even goed mee bezig gaat. Goed een actief kanaal weer pompt. Dan komt dat helemaal goed, jongens. Dan gaan we echt. Binnenkort gaan we dan die 100k weer aantikken. Weer aantikken? Gaan we die aantikken. En dat is een mijlpaal, jongens. Wajo, ouwe. Dus ja, ik hoop dat het gewoon zo, zeg maar, zo snel mogelijk geregeld kan worden. Dat ik ook duidelijkheid heb van, yo. Ja, dat een tussenjaar kan. Want eigenlijk als het, zeg maar, niet zou kunnen, zit ik van, ja, maar ik ga ook niet voor Jan Lul steeds naar school toe, zeg maar. Dan zit ik ook van, ja, what the fuck moet ik dan doen, weet je? I don't know. Dus dat is een, zeg maar, ding. Ik hoop dat het werkt en dat leerplicht er natuurlijk mee instemt. En waardoor ik dus voor een jaar sowieso fulltime YouTube kan doen. En dat is echt gewoon een ding. Dat is gewoon een droom eigenlijk die uitkomt gewoon. Wajo. Dus ja, dat is, ik wil jullie gewoon even een beetje bijpraten van, yo, dat het wel gewoon weer goed gaat met mij. Maar dat het wel even nodig was om eventjes een weekje gewoon niks te doen op YouTube. Ik moest er gewoon even. Ik kon het niet handelen. Gewoon door de week de hele tijd ermee bezig zijn. En in het weekend was ik ook best wel vaak weg. Puur, ik had gewoon even afleiding nodig. Dus dan weten jullie dat. En op dit moment 2 weken, jongens, heb ik sowieso vrij. Dus hey, 2 weken lang gaan we gewoon er weer tegenaan bonjouren. En daarna natuurlijk ook gewoon verder. En ik hoop gewoon dat ik dan tegen die tijd hopelijk weet of ik een tussenjaar kan krijgen. En dat zal insane zijn. Volgens mij zag ik daar een boom kapot. Of het was mijn rook. Maar in ieder geval, ik zag daar wel iets van bewegen. Ja, oké, het was wel. Ja, mijn aim is een beetje bout, jongens. Ik weet niet wat het is, maar het is niet heel erg zuiver. Ik kan het altijd proberen met een Deagle Nose Scope. Dat was een 30, een 39 damage headshot. Of een. Oké, okay, hij heeft zo'n scope de jaar, zo'n thermal. Die heb je hier ook in mijn neus, dat is altijd even kut. Hoppakee. Huppakeetje! En we hebben een slurp. Oké, dat is chill. Dan kunnen we even weer full shield worden. Nice! 4 kills in de pocket, jongens. Gewoon lekker even rustig aan. Rustig tempootje. Gewoon even de hele tijd mensen bonjouren. We nemen wel even die hunting rifle mee. Ik weet niet, man. Die deagle, het is echt chill. Maar dan moet je denk ik echt de legendary variant hebben. Dan doen headshots wel even lekkere damage. Maar die paarse, I don't know, man. Het was niet heel veel damage, dat idee. Oké, let's go. 4 kills. We moeten een stukje lopen nog, dus we gaan even daarheen. Maar deze skin, jongen, ik vind die echt dik. Gewoon dat rook en dat. Dat is zo. Het is zeg maar een donkere skin, want het is een zwarte jas natuurlijk. Maar dat witte en dat licht, dat is dan weer ja, heel erg opvallend. Dus het is een beetje. Het is gewoon een sicke skin, zeg ik je eerlijk. Ik vind deze echt dope. Dus dat is zeker dope. Ik ben zeker tevreden mee dat ik hem al heb. En dat is sick. En die punten, die pickaxe ook, dat geeft ook rook. Het is echt gewoon. Dit is echt dik. Ik vind het echt dope. Oké, jongens, we hebben een suppressed car natuurlijk. Super chill wapentje, dus dat is wel even lekker om mee te nemen. 14 man remain. Nou, eigenlijk 13, want je moet jezelf natuurlijk nooit meetellen. Ik zeg dat volgens mij altijd standaard in een video. Ja, zoveel mensen over en dan. Nee, je moet jezelf niet meetellen. Ja, ik heb altijd zo mijn standaard dingen wat gewoon automatisch in mijn hoofd zit. I don't know waarom, maar hey.
Oké, ik zie een kist. Nice. Dan gaan we die even looten. Ik moet, ja, misschien een bolt of zo. Zou wel chill zijn. Oh my god, ik dacht echt dat er hier een bolt lag, gast. Een paarse bolt. Dat zou wel echt. Die timing zou dan echt sick zijn. Oké, een blauwe vending. Nou, groot shield. Ja. 225 hout. Oké, dat hebben ze ook weer ge. Oké, dat wist ik niet. Serieus? I don't know. Ik kom op. Geef me even een bolt. Oké, dit is niet echt een bolt. Maar oké, toch weer wat ammo erbij. Oké, laten we naar de zeezoek gaan, jongens. Ik ga denk een beetje de berg hierop. Ik denk dat dat dan. Oeh. Oh my god, Dylan. Wat ben je aan het doen, man? Ik ben soms een beetje aan het kutten, jongens. Dat is wel echt. Oeh, ik wilde eigenlijk wel een beetje gaan gluren. Ik denk dat hier nog wel iemand, sowieso één persoon moet gaan lopen in de buurt. Het is natuurlijk wel dat we daarheen moeten om naar de safe zone te gaan. Maar het is hier volgebouwd, gek. Wat de hel? Knijt te veel. Ik zie niet echt mensen hier lopen. Ik denk dat nog iemand een beetje bij Dusty zit, man. Er moet, als hier niemand loopt, gast. Even serieus. Ook niet hier, toevallig. Nee. Hallo? Is er iemand? I don't know. Ik wil wel gaan pushen, maar... Het zit wel safe, trouwens. Dus ik ga er gewoon heen. Fuck it. Ik denk dat er wel iemand zit nog. We gaan het gewoon zien. Ik kan nog niet schieten. Ik weet niet of er iemand daarboven zit. Nee. Anders was hij nu al gaan pieken. Hallo? Ik ga niet in die toren in, jongens. Straks komt er een trap of zo. En dan ben je gelijk weer weg. Daar ligt ook wat loot. Waar is dan iedereen die hier heeft gevochten? Daar ligt ook weer wat. Een grappler. Ja, een trap. Ik neem die maar mee. Shit, sorry man. Ik moet even wat kills fixen. Want ik heb... Ja, ik moet gewoon even weer... Even gewoon weer die actie hebben gehad. Ik zie daar volgens mij een paar SMG. Ja, die wil ik wel even meenemen. Dat is chill. Oh my god, ik schrok me knijten van dit licht houden. Ik zie niemand, gast. Het is gewoon helemaal achtergelaten hier. Weet je, is dit veel hout? Oh my god, dankjewel, gast. Chill, Deco, we hebben heel veel hout erbij. Dat bosje, dat stak ook wel een beetje uit. Geen nee, jongens, ik weet niet. Er is gewoon niemand meer hier. What the fuck? Oh my god, ik dacht... Wow, yo, dat leek echt... Die trap daar... Oké, lol, ik ga hier weg. Ik vind het doodeng. Laten we maar weer naar de zeezoek gaan. Ik zie echt helemaal niemand hier. Wat best wel raar is, aangezien hier heel wat gebouwd is en het nog safe zat. Meestal zit er dan nog wel iemand. Oh my god. Oh shit, gek. Daar ligt een blauwe hunting. Ik denk dat ze een beetje hier naartoe zijn geschoven, man. Vanaf daar. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Ik denk dat hier nog wel iemand zit dan. Ik moet toch wel even iemand weer kunnen killen, man. Dat is al een heel stuk dat er gewoon niemand tegen zijn gekomen. Hallo? Zomaar een heer? Daar ligt ook weer loot. Het is wel even gevochten hier, gast. Het is helemaal achtergelaten, man. Ik ga gewoon een beetje door Dusty heen naar de safe zone toe. Ik denk dat we dan wel, hoop ik, iemand tegen gaan komen. Maar ik betwijfel het, man. Het is ook wel... Ik loop echt achter de feiten aan, gek. Hier is ook weer gevochten. Hé, ik hoor schoten. Dat is altijd chill. Om gewoon even schoten te horen om even weer een fight op te zoeken. Het is bij dat grijze huis ongeveer. Ik heb geen launchpad. Oké. Je moet zo meteen wel die kant op. Maar ik wil even gewoon wat kills hebben, man. Ik ga gewoon even op die fight af. Ik hoorde ook een RPG. Misschien niet heel slim om te pushen. Maar ik wil gewoon even wat actie hebben. Dat is gewoon leuk. Weet je, dat is gewoon... Fortnite draait om actie, jongens. Oké. Een van die guys hier heeft een RPG. Dus ik moet wel even een beetje oppassen, jongens. Oké. My god, what the hell, gast. Trap! Oh shit, ik dacht echt van... Vriendje, kom hier. Doei. Let's go. Kijk eens aan. Een legendary scar. Hoppakeetje. Het is geen suppresso. Oeh, lekkere sniper. Oké, ik zit nou wel te twijfelen. Die RPG voor de SMG. Zullen we maar doen? Fuck it, let's go. Hoppakee, ik weet niet. Ik denk dat dit wel handig is. Hij had natuurlijk wel iemand gekilled nog hier. Dus ik weet niet of er nog wat loot hier ligt. Maar ik hoorde ook een trap afgaan. Dus daar ben ik een beetje bang voor op dit moment. Oeh, heavy. Kijk eens aan. Let's go. Ja, er is wel iemand doodgaan, maar dat is, nou, ik heb dat loot toch niet nodig. Let's go. 5 kills is niet al te veel, jongens. Ik ga wel proberen om nog misschien die 10 te halen. Dat zal wel even lid zijn. Oké, we hebben geen suppressed scar meer, maar een legendary normale. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een lekker wapentje om te hebben. Oké, even zien. We zitten bijna in de safe zone. Ik moet, denk ik, even zien. Wat is handig? De Rito of hier? Ik ga denk ik gewoon een beetje tussenin naar East toe. En ik denk dat we dan wel even weer hier wat mensen tegenkomen. Ik denk dat ze heel veel in Rito zitten te campen in een huisje of zo, of... Gewoon op de daken een beetje gebouwd hebben. Want de steden zijn natuurlijk altijd het aantrekkelijkst om te zitten. En natuurlijk de huisjes. Ja, kijk. Daar is al veel gebouwd. Ja, 100%. Oké, ik wil heel even voor de zekerheid nog hier even checken. Kijken of hier nog mensen lopen. Want je weet maar nooit. We hebben wel even chillen loot, gek. Veel, gewoon 3 legendary wapens. Dat is ook wel lekker. Oké, ik hoor weer schoten. Dan ga ik daar maar op af. Want er gaan de meeste op af dan. Dat was ongeveer daar. Jongen, het is echt mokerveel gebouwd, die gek. Oké, daar. Ja, je ziet hem. Oké, hij werd beschoten vanaf daar.
Misschien dat er iemand op die berg zit. Oké, ik denk dat ik daar die berg op ga, jongens. Oeh, grappler guy. Oké. Die gaat er ook naartoe. Okay, iedereen gaat er een beetje op die schoot af. Dat is een no-skinner die best wel snel er naartoe gaat. En als je een beetje mensen ziet die snel bewegen, dan weet je dat ze een beetje wel wat kunnen. Oké, ik zie, zit ik hier net safe? Beter van wel. Volgens mij net, ouwe. Lol, hij heeft hem en ik heb hem. Zo doen we dat, jongens. Oh my god, chill. Let's go. Oké, dit moet ik even hoppa, goed aanpakken. Let's go. Chill. Hier ligt pokken veel loot nu, jongens. Hier ligt pokken veel loot. Want deze guy ging... Had ik... Shit, het ligt wel... Oh god. Ja, dat zit natuurlijk weer in de safe zone. Legendary suppressed. Hoe kan... Oh, die nieuwe RPG. Fuck it. Ik heb toch een slurp. Oké, dan neem ik even die minis weer mee. Hoppakeetje. Zo. En dan nemen we die slurp nu even in. Of heb ik een kampvuur? Oké, dat was wel handig om daar natuurlijk daarin te gaan. Fucking hell, ouwe. 4 launchpads. Let's go. Nemen we die minis weer mee. Zijn er toch weer lekker 8. Nog meer launchpads. Gas, wat de hel. Wij hebben... Kijk onze bouw ook, jongen. Ik heb het nog nooit zo goed voor elkaar gekregen in een solo potje. Oké, dit is... Ja, oké, lekker. Dylan in een boompie. Dat kan ook. Ja, maar die nieuwe launcher is wel geinig, hè? Ik ben... Oké, dat is leuk. Dit is wel leuk. Oké, 5 launchpads. Oké, ik ga gewoon even... Shit, oké. Heeft hij mij gezien of niet? Heeft hij mij gezien? Dat is de vraag. Hij heeft mij 100% gezien. Je ziet hem. Oké, hij heeft een sniper. Ik heb een beetje lag spike. Geen idee waarom dat opeens zo is. Hij zit daar. Kijk hem snipen. Als ik ga pieken, dan ben ik dood. Dus ik moet het een beetje goed aanpakken. Dat hij niet echt weet van... Oké, hij loopt weg. Launchpad, let's go. We gaan op dit huis zitten. Oh god, ik durf daar niet te schieten, gast. Hij is weak. Hoppakee. Wat een overpowered ding is dit eigenlijk. Nou, overpowered... Nee, het valt wel mee trouwens. Wat lul ik eigenlijk. Het ding is gewoon handig te gebruiken. Laten we het daar maar opbouwen. Ik ben alleen wel bang voor dat beertjes... Die beer van net, die roze. Heeft jij nog wat leuke rockets of zo? Ja, let's go. Chill. We hebben alleen maar legendary wapens, jongens. Oh, we hebben het voor elkaar, gek. Ja, dat beertje zat daar ongeveer. Ik heb gewoon weer een launchpad. Fuck it, ik gebruik gewoon weer. Ergens bij dit huis zat hij. Ja, alleen ik weet niet waar hij nu zit. Kijk, ik heb 13 rockets. Kunnen nog 1 keer reloaden trouwens. Oké, even zien. Oh ja, nee, shit, lol. Er kunnen maar 4 in, dat wist ik wel. Wat is handig? Oké, de safe zone is daar. Maar ik denk dat hij... Oeh. Iedereen zit te snipen, man. Iedereen zit al helemaal ready met een sniper. Dit ding is snel, hoor. Hoppakee, daar is weer één. Let's go. Het is een 1-for-1, jongens. Geef me die rockets, trouwens. Even de boel reloaden. Oké, we kunnen de 9 kills halen. Dat zal wel even chill zijn. Hoppakee. Oké, ik ga gewoon naar de safe toe. Let's go. Hij zit hier binnen. Volgens mij zat hij daar binnen, gast. Ik hoor... Ja. Waar je at, bruh? Woo! Even die boom. Gozer, hoeveel shield heb? Oh, what the fuck? Oké, ga ik hem killen met deze rocket launcher gewoon, jongens? Ik denk dat dat wel een leuke is. Wacht, of een sniper kill. Nee, ik ga gewoon... Wat ben jij van plan? Vangen, gast! Woo! Hij zit niet safe. Ah, arme guy, gast. Ik heb trouwens zo'n nieuw dansje gekocht. Wat? Hey. Hebben we nog een dab gooien, jongens? Huppakee.
Oh my god, jongens. Deze was natuurlijk echt een chille game. We hebben natuurlijk even bijgepraat natuurlijk. En alsnog gewoon even een lekker potje geworden natuurlijk. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen, jongens. En zo, ik stik even in mijn eigen... Ja, dat heb ik soms, man. Als ik te veel praat. Vergeet ook niet zeker even te abonneren, wou ik zeggen. En jongens, I'm back. Het komt goed. 2 weken zijn we sowieso weer terug. En daarna moet ik het gewoon weer even zien. En het komt goed, jongens. Het komt goed. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot bij de volgende video. Later, mensen. Nowadays, I'm too cool for a girlfriend. Nowadays, I don't know when the world spins. Live your life like we die when the world ends. It's alright.